Dit is de familie van Zutphen. Dochter Luca heeft SMA, een ernstige spierziekte die het leven beheerst van het complete gezin. Maar nu even niet. Hier in Schaik wordt de hele familie een week lang verwend door Stichting Luca. En dat was nodig ook. Het is toch gewoon wat intensiever als je een kind hebt met een spierziekte. Ja, en dan heb ik zelf eierstokkanker, dus wij zijn goed bedeeld. Ja. Op het moment dat een kind ernstig ziek is, is niet alleen het zieke kind, maar ook de broertjes en zusjes en de ouders, die zijn ontregeld. En alle energie gaat eigenlijk, alle focus gaat naar de zieke tiener toe. En om niet alleen de zieke tiener, maar ook broertjes en zusjes en de ouders een weekje energie te geven, organiseren wij die vakantieweken. Van Velsen weet uit eigen ervaring hoe ingrijpend de ziekte van één gezinslid kan zijn voor de rest van de familie. Ja, Loek is onze dochter. Loek is ziek geworden, januari 2008. En Loek bleek darmkanker te hebben. En Loek is in de zomer van 2009 daaraan overleden. En los van dat een enorme schok is geweest voor u en uw vrouw, is dat verder ook, heeft dat een enorme verandering in jullie leven teweeggebracht, hè? Ja, het feit dat ze ziek werd, was al het beginpunt van een grote verandering. Doordat ze ziek geworden is, werd ze uitgenodigd door Stichting Doe een Wens. Ze is naar Amerika gegaan. Wij als gezin zijn naar Amerika gegaan. En we waren daar in een park voor zieke kinderen. En dat was zo'n bijzondere indruk. Die hebben we vastgehouden en meegenomen naar Nederland. Die reis naar Amerika was dé inspiratie die Van Velsen nodig had om zijn leven helemaal om te gooien. Hij stopte met werken en sindsdien draait het leven van hem en zijn vrouw om het helpen van mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Tijdens die vakantieweek wordt niet alleen gezorgd voor eten en drinken, maar vooral ook voor leuke dingen. Iets waar het normaal nog wel eens aan ontbreekt in huizen van Zutphen. De verzorging overdag van Mariter gaat ook gewoon door natuurlijk. Maar dat is dagelijkse werkzaamheden zijn dat gewoon. En dan s'nachts moet ik een stuk of 3-4 keer eruit om Luca te draaien. Dus dan doe ik overdag een tandje minder, dat ik het even rustig aan kan doen natuurlijk. En nog ooit tijd om te werken of iets dergelijks? Nee, werken, daar gaat het niet veel meer mee. Ik ben bijna 2 jaar geleden gestopt en ik ben al heel dagen thuis voor de verzorging van Luca en van Marita. Ja. En juist daarom is het zo belangrijk dat ook het gezonde deel van de familie er even tussenuit is. Over Marita en Luca hoeven ze zich nu trouwens even geen zorgen te maken. Die worden een paar kilometer verderop flink in de watten gelegd. Mijn nagels hebben ze gedaan, ze hebben handmassage en... maskertje. Dit is ideaal dat we niet na hoeven te denken van wat zullen we nou eens gaan doen. We gaan gewoon van allerhand leuke dingen doen zonder dat je zelf hoeft te denken. Maar gewoon we ondernemen, dat is geweldig. Dat is voor ons echt geweldig. We zijn niet zomaar vanuit emotie een plan opgestart. We hebben onderzoek gedaan. De Avans Hogeschool met studenten heeft daarbij geholpen dat we iets ontwikkelen waar vraag naar is. Want het is prachtig als mensen vanuit emotie iets doen. Maar het moet een dieper fundament hebben dan alleen het fundament emotie.